als instrumentenbouwer is het gewoon prachtig om te zien dat er hier planken binnenkomen die als een mooi speelbaar instrument weggaan. Ons kenmerk is dat we al onze orgels van hout maken. Dus de kast wordt van hout gemaakt en ook pijpwerk maken we ook van hout. Dat is een hele oude traditie. Vroeger in Italië werd het al gedaan. Er zijn ook wat voorbeelden van overgebleven. En goed, daar halen we dus ook onze pijpmensuren, maten vandaan. Nou, iedere afmeting, of het nou de breedte, de dikte van het hout is, de lengte van de orgelpijp, heeft allemaal invloed op het uiteindelijke geluid en welke toon het is, of het een C is, een D of een E. Orgelbouw bestaat inderdaad uit een aantal fases. Het begint met het meubel maken. Vervolgens wordt daar de hele mechaniek ingebouwd. Uiteindelijk wordt dat allemaal samengevoegd en breng je het instrument, ja, dat wordt geïntoneerd. Mijn opa is begonnen met klaverzimbels bouwen en dat is in de jaren 60 is hij daarmee begonnen en toen was het gewoon, ja, pionierswerk. De orgels zijn eind jaren 70, begin jaren 80 een beetje erbij gekomen. Ja, ik kan wel gebruik maken van de kennis die hij toen heeft opgedaan. Mijn opa zie ik meer als een voorbeeld van hoe hij het in het verleden gedaan heeft. Met mijn vader werk ik dagelijks. Mijn vader is een echte leermeester voor mij. Ik geloof ook niet dat het een beroep is wat uitsterft op den duur. Want nou ja, goed, het is al eeuwen oud en er zal altijd vraag blijven. Elk instrument dat hier de werkplaats verlaat, is uniek. En om daar dan je steentje aan bij te hebben gedragen, ja, welk opzicht dan ook, is gewoon prachtig.